altijd mee. Ondertussen zijn we 8:30 gepasseerd hier bij Trudeau FM. En er is iemand komen bijzitten. Joris, jij weet er alles van. Dat klopt, Tim. Ongeveer een week geleden heeft zij het kroontje van Miss Fruit Belgium in ontvangst mogen nemen. En dit voor de tweede editie van deze verkiezing. Vandaag is ze bij ons om meer te vertellen over haar belevenissen en haar plannen voor het komende misjaar. Welkom en nog eens proficiat, Shelly Abiusi. Hallo, dankjewel. Je mag je sinds 2 april winnares Miss Fruit Belgium en ambassadrice van de stad Sint-Truiden noemen. Hoe is jouw eerste week verlopen? Redelijk rustig tot vandaag. Vandaag zijn we al naar TV Limburg gegaan en we komen net terug van een receptie voor, van Pipo, van Poré. Het fruit of de fruitsap. Ja, inderdaad. Had je zelf op deze overwinning gehoopt of had je het zelf verwacht? Verwacht eigenlijk niet, gehoopt natuurlijk wel. Ik denk dat iedereen er wel op hoopt en ja, ik had er wel op gehoopt, ja. Charlie, je hebt ongetwijfeld heel veel reacties gekregen van klasgenoten, van vrienden op Facebook. Ja. Welke is de meest onverwachte reactie die je hebt gekregen? Van enkele medekandidaten die heel blij voor mij waren, daar was ik toch wel een beetje van verrast. En ik vond het zeer sympathiek van hen dat ze zo blij voor mij waren. En hoe was de sfeer in de groep? De sfeer zat eigenlijk heel goed tot de avond zelf. Toen was er een beetje gestresseerd, omdat iedereen had een beetje stress voor de show. Maar de sfeer zat nog altijd even goed als ervoor. Zijn jullie een groep vriendinnen geweest? Ja, zeker en vast. En bij sommige meisjes ga ik ook zeker nog vriendinnen blijven. Dat is wel fijn natuurlijk. Ja, dat is heel fijn. We gaan even terug naar de verkiezing, naar 2 april. Je bent winnares geworden omdat je op een of andere manier toch het verschil hebt gemaakt met de andere kandidaten. Waaraan denk je zelf dat dit gelegen heeft? Ik denk dat ik gewoon mij helemaal volledig heb gegeven op de show, op de verkiezing, bij het gesprek met de jury. Ik heb gewoon heel hard mijn best gedaan en ik denk dat de mensen dat ook wel hebben gezien. Ja, ik denk het ook. je hebt ook een persoonlijke act gebracht, zoals de andere kandidaten. Vertel daar eens iets meer over. Welke act heb jij gebracht en hoe heb je dit gedaan? Ik heb het liedje van Chantal Impossible gezongen op de verkiezing. En een meisje, Sarah, heeft mij begeleid op gitaar. Heb je daarvoor zanglessen gevolgd? Of, nee, ik heb nooit zanglessen gevolgd. Een natuurtalent, mogen we dat dan wel noemen? Zo mag je het noemen, ja. Tijdens de verkiezingen waren er natuurlijk ook verschillende defilés. Ook foto's daarvan zijn te zien op de Facebook van Miss Fruit Belgium. Welke defilés waren er? Welke vond je het prettigst en waarom? We hadden de bikini-defilé, de defilé in vrije tijdskledij en die van Beyoncé. Die vond ik het allerleukst, omdat Beyoncé is echt zo'n een vrouw met heel veel, présence. En de muziek is ook heel fijn om op te dansen en dat vond ik zeer tof om te doen. Er zat heel veel ambiance in en dat was heel fijn om te doen. En de dansen werden dit jaar gedaan door Silverstar. Hoe was dat meegevallen? Ik ben er zeer tevreden over en Gina heeft ons heel goed gecoacht en de dansjes ons aangeleerd. Ja, dat was echt heel goed. Je bent er iets later bijgekomen dan de andere kandidaten. Je hebt wat dansen moeten inhalen. Was dat moeilijk? In het begin was het wel eventjes zoeken en het was wel moeilijk om alles zo snel onder de knie te krijgen, maar de meisjes hebben mij geholpen en ik heb ook goed geoefend en dat is wel allemaal in orde gekomen. Geen privé danslessen gevolgd? Nee, toch niet. Je bent nu Miss Fruit Belgium winnares, maar ook ambassadrice van de stad Sint-Truiden. Hoe zal je het komende misjaar Sint-Truiden in de kijker zetten? Op Facebook reclame maken, mond-aan-mond reclame, tegen iedereen vertellen wat ik ga doen en ja, gewoon zoveel mogelijk reclame maken ervoor. Je zal ook op verschillende evenementen aanwezig zijn. Kan je daar al iets meer over vertellen? Het eerstvolgende evenement gaat de bloesemwijding zijn. Op het Technicum. En dat is eind april? Ja, dat is eind april. En dan zullen er nog heel veel evenementen volgen en die zal je zeker en vast te lezen krijgen op Facebook. Misschien even terug naar de prijzen. Je hebt heel wat prijzen gewonnen. Inderdaad. Vertel daar eens iets meer over. Welke prijzen heb je gewonnen en waar was je toch wel heel tevreden mee? Met het juweel natuurlijk, dat ik van de juwelier Jans heb gekregen, ter waarde van 7000 euro. Je hebt het nu ook aan, ja. En het straalt. Zeer een mooi juweel. En bling, bling, bling naast me. Ongelooflijk. Ik ben er zeer blij mee. Ik mag ook een jaar gratis naar de kapper. Ook heel fijn. De bons om te shoppen bij Decadence Deluxe is echt een super cadeau, zeker voor meisjes. Die shoppen altijd wel graag. Extensions. Die kan ik niet echt zetten in mijn haar. Maar ik heb al gehoord dat er een andere oplossing voor gaat komen. Dus. Oké, dat is goed.
Een steelzang, maar dat kregen alle meisjes. Dan kan ik mijn haar eens af en toe uitstelen. Een bon voor bij Couleur de Beauté. Mij laten te verwennen, ook zeer fijn. Gaan uit eten. Ja, echt super toffe prijzen allemaal. En Shelly, volgde je het missenwereldje een beetje voor je aan deze verkiezing deel dan? Eigenlijk niet zo, want ik had nooit ambities om iets te gaan doen bij misverkiezingen of bij andere verkiezingen. Dus eigenlijk ben ik er ineens ingerold sinds ik aan de verkiezingen heb deelgenomen. En als je dan een miss mag kiezen, welke miss is dan jouw grote voorbeeld en waarom? Het is wel al heel lang geleden, maar Goede Liekes vind ik toch wel een echt voorbeeld voor alle meisjes. Want zelfs nu nog heeft ze heel veel... ik bewonder haar echt wel, want het is een zeer sterke vrouw. En ze is ook heel vaak nog te zien op tv en zo. Ja, zij heeft het gemaakt in de tv. Is dit ook jouw ambitie? Misschien voor in de toekomst. Ik wil vooral eerst studeren en zien wat... Ja, wat ik dan ga doen voor werk. En dan zien we wel in de toekomst wat er van gaat komen. Ja, je zei net studeren. Je bent 17 jaar, als ik me niet vergis. Vertel eens even iets over jouw studierichting. Wat volg je precies? Nu studeer ik in mijn laatste jaar Latijnwetenschappen. En volgend jaar wil ik heel graag in de KU Leuven gaan studeren en biomedische wetenschappen gaan studeren. Dat is nog niet van de poes. Het is ons niet gegeven. Wat doe je zoal in je vrije tijd? In mijn vrije tijd natuurlijk shoppen en uitgaan. Maar ook ben ik heel veel met muziek bezig. Ik speel viool en piano. Ik heb een tijdje gitaar gespeeld, maar door de druk van school en zo heb ik toch iets moeten laten vallen. En natuurlijk ook zingen. Dat doe ik ook heel graag. En wat heb je dan laten vallen? Gitaar. Ja. Heb ik laten vallen. En ik ben ook voorlopig gestopt met muzieklessen, maar thuis speel ik nog wel op mijn instrumenten. En een vraag die ik moet stellen van alle mannelijke luisteraars. Je voelt mij al afkomen. Heb je een vriendje waar je heel veel tijd aan moet besteden? Nee, nog niet. Nog niet. Wel, dus ik ben ook beschikbaar. Voilà, en dit is misschien wel een oproep die ik tussen de lijnen door heb gehoord. Wie weet. Shelly, je zei ook, je bent heel veel met muziek bezig. Met welke plaat kunnen we jou goedgezind maken? Met Jennifer Lopez, On the Floor. Wel, die gaan we nu heel speciaal voor jou draaien en voor al jouw supporters en fans. Ontzettend bedankt voor de komst naar de studio. En ontzettend veel succes met dit misjaar. Dank je wel. Als winnares van Miss Fruit Belgium en ambassadrice van de stad Sint-Truiden.